En dan zijn we weer toe aan het laatste onderwerp, het weer. Het was vandaag een bewolkte en regenachtige dag. Bovendien ontstond aan het eind van de middag op veel plaatsen mist. Maar zacht was het wel, want de temperatuur lag rond de 15 graden. De bewolking hing samen met een regengebied dat zich van Ierland tot in Oost-Duitsland uitstrekte. Achter dit regengebied zit koele oceaanlucht die langzaam onze kant opkomt. Deze lucht kenmerkt zich niet alleen door lagere temperaturen, maar ook door wat meer zon. Maar vannacht regent het nog op veel plaatsen. De wind kan langs de kust tijdelijk toenemen tot hard en de temperatuur wordt een graad of 10. Morgen overdag is er naast bewolking ook af en toe zon te zien en blijft het vrijwel overal droog. Ook dan is de wind langs de kust af en toe hard. De temperatuur komt, ondanks de zon, niet boven de 12 graden uit. En ook na morgen blijft het nagenoeg droog. Er is af en toe zon en de middagtemperatuur ligt rond 11 graden. Tot zover dit journaal van 8 uur. Nog een prettige avond verder. Never mind the falling rain. Behind the clouds is always sun. Doesn't matter where, 'cause life is always sunny. Sipping on Bacardi rum. La la la, Bacardi rum. Sipping on Bacardi rum. Er zijn allerlei soorten muesli en die smaken ongeveer zo. En je hebt maar één kruisli. Licht geroosterd en knapperig en die smaakt ongeveer zo. Nu verkrijgbaar. The very best of Roy Orbison. Beleef het opnieuw, want hij is terug. The very best of Roy Orbison. Op LP, cassette en binnenkort een perfecte CD. Je staat wel mooi schaak, hoor, met die chocolade van je. De ware chocolade komt nog altijd van Verkade. Oké, jongens. Hé, joh, er zit een vlek op je pak. Waar dan? Daar. Leuk, hoor, man. Ik heb verloren een vlek in mijn pak had. Ja, lieverd, ik heb dit pak gisteren nog gewassen. Maar deze vlek krijg ik er op lagere temperaturen echt niet goed uit. Geen probleem als u eerst voorwas met Biotex. Want dat is in de voorwas biologisch extra actief. Dat is onderzocht bij TNO. En wat bleek? Veel vuil en vlekken gaan er op lagere temperaturen beter uit als u eerst voorwast. En alles wordt echt schoon. Ziet u wel? Inderdaad, schitterend schoon. Voortaan was ik alles eerst voor met Biotex. Echt schoon wordt het pas na een Biotex voorwas. De nieuwe Renault 21. Rij en voel je vrij.
bent als je voor pret bent. Kom eens kijken. Slim gegeven, graag gekregen. Cadeaus van Philips zijn echt handig. Voor vlijmscherpe messen, het openen van alle blikken, voor lekker veel sap. En voor 1 of 2 kopjes verse koffie. Kijk, dat zijn handige cadeaus. Philips, dan is het goed. Wat is het recept om van een gewone pinda een Japanse pinda te maken? Klop een deegje met Japanse kruiden en haal daar de pinda's door. Laat ze drogen, maak een houtskoolvuurtje, rooster de pinda's, blus ze met bronwater. En je hebt heerlijke, knapper, kokante Japanse pinda's. Nieuw, Japanse pinda's van Duivis. En een Japanse pinda van Duivis is altijd... Yoroshi! Centraal Beheerverzekeringen, Apeldoorn. Waarom ik mijn katechetti geef? Nou, ik werk dagelijks met dieren, dus ik weet hoe belangrijk uitgebalanceerde voeding voor ze is. Niet alleen vlees, maar ook andere noodzakelijke voedingsstoffen. Vitamine, mineralen, vezelstoffen. Al die bouwstoffen hebben ze gewoon nodig om in een topconditie te blijven. Nou, dat zit allemaal in Ketti. Ketti. Meer dan vlees alleen. Zo te merken als mensen met kennen werken. Oh. Hebt u wel eens voor deze keuze gestaan? Citroen fris of de topkwaliteit van Dreft? Ik heb de oplossing. Nieuwe? Citroen frisse Dreft naast de vertrouwde. Net als Dreft ontvet citroenfrisse Dreft zoveel beter dat het bijna dubbel zoveel borden afwast als een doorsnee afwasmiddel. Bovendien is het heerlijk zacht voor uw handen. Tja, vertrouwde of de nieuwe citroenfrisse Dreft. U kunt nu altijd de topkwaliteit van Dreft kiezen. MUZIEK.